Goed, guys. Poging 2. We gaan het nog even testen, maar ik zie dat de internetconnectie alweer wegvalt. Dus dit is niet te doen, guys. Nee. Wat ik kan doen op dit moment, voor alle mensen die nu de stream volgen, want we gaan blijven wegvallen, dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij gaan op Insta live gaan. Dus op Instagram ga ik de weerupdate doen. Dus als je even uitroepteken Insta in geeft, dan gaat onze goede vriend Nightbot waarschijnlijk met de link komen. We gaan even zien of dat lukt. Voilà, daar zijn we. En nu lijkt die connectie het wel te houden. Dus dat zou iets beter zijn. Oh, het jongen. Wat een vervelende situatie. We gaan nog even kijken of dat jullie ons perfect ontvangen. We zien u niet. Ja, dat klopt. We gaan even dit openzetten ondertussen. Onze Nightbot die gaat het druk krijgen, precies. Want heel veel mensen die gaan onze Insta-bot gaan checken. En het is, guys, niet te doen. We vallen weg. Goed. Een zeer vreemde situatie. Het is de eerste keer dat we het meemaken, dus het zal op Instagram zijn, hoor. Dus iedereen die de live wil volgen, 100 mensen. Ik zou jullie willen adviseren even naar Insta te gaan. En het is zeer vervelend. Geen idee hoe het komt. Dat is echt wel een zeer beu situatie. Dus toch maar even complainen bij Telenet in België. Ongelooflijk. Mensen die willen streamen. Jan de Keersmaker en de mensen die geen Instagram hebben, kunnen uiteraard ook meevolgen. Dat zal sowieso wel lukken. We zitten met 120 mensen in de stream. Goed, ik ga mij ondertussen eventjes ook tonen. Goed, hey, goedenavond iedereen. Mijn excuses hoor. Het is een probleem waar ik eigenlijk niet veel kan aan veranderen. Dus we streamen aan 2600 kilobyte per seconde en op een bepaald moment valt de stream gewoon uit. Dus ja, wie moeten we daarvoor verantwoordelijk stellen? I don't know. Ik ga nog één iets proberen. Wacht hoor. We gaan dit even doen. Van een spicy livestream gesproken. Oh my gee. Jongen. Nu doet hij het normaal. Hou hard of houd vast. Geluid en beeld. Arthur, hopelijk geen DDoS-aanval. Wel, Arthur, dat zou ons zeer, zeer verbazen. Want uiteraard kunnen we zo'n aanval wel achterhalen. Yo, Christophe, 140 mensen met de hiccup van daarnet. En nu lijkt de stream het wel te houden. Dus pray the Lord. Tjonge, 151. Is het omdat wij naar 500 live gaan? Tjonge. Volgens mij, guys, zijn we vertrokken. Lijkt de stream het nu wel te houden? Hey Caroline, je hebt mij gevonden. Super. Oké, guys. Let's start all over. Goed, zolang de stream het houdt uiteraard, gaan we door met de weersverwachting, met de analyse voor komend weekend. Sowieso. Valt de stream uit, guys? Wat moet je dan doen? Dat is even naar ons Insta-channel gaan. Instagram kan je heel gemakkelijk bereiken door nu in de chat uitroepteken Insta te zetten en dan gaat onze Nightbot jullie de link geven. Goed, Priscilla, lieven Pieters werkt tamelijk vlot nu. Geef maar gas. We gaan Ralf volgas. 166, deel de stream. Zeker even op jullie Twitter, Facebook, Insta, want we gaan YouTube even bewijzen dat noodweer Benelux niet klein te krijgen is. Hans Doks, blijf ik niet hier of wat? Hans, dat mag je uiteraard graag zelf kiezen. Timothy Toppie, Smoking, is er ook bij. 163, 166.
112 Journaal is er ook bij. En ondertussen is het al 9 uur en we hebben nog geen enkele analyse gedaan. Guys, over het weer. Mijn excuses, maar ik kan er helaas niet veel aan veranderen. En zo fietsen we naar 200 live. Super, guys. Dag Joeke, dag Jel, Anthony. Dankjewel, Nightbot, voor de Insta-link. Christophe, super. Goed, terwijl dat we naar de 200 live gaan, dankjewel om geduld te hebben om deze stream te blijven volgen. We gaan knallen komend half uur. We gaan jullie een uitleg geven tot vrijdag wat betreft het weer. En we gaan dan in detail gaan analyseren voor komend weekend. Goed, wat mij zeker heel veel deugd zou doen, guys, is jouw blauw duimpje. Misschien heb ik het niet verdiend vandaag met die hiccup in het begin. Uiteraard kan er niet veel aan doen. Het ligt aan wifi zelf. Maar het zou mij alvast heel veel plezier doen. Misschien kunnen we die 100 duimpjes aantikken en dan heb ik een verrassing voor iedereen. Dus let's go, guys. Let's go. Goed. Het eerste wat ik ga tonen, guys, vandaag. Ja, dit. Alsjeblieft. Dit is de kaart met de windstoten over het Verenigd Koninkrijk. En vanmiddag is daar storm Ali over getrokken en die heeft windstoten getriggerd. Kijkt u eens hier, 183 km per uur. Dus dat is toch wel zeer, zeer indrukwekkend. En ik ga je ook vertellen hoe dat wij aan die heel grote waarde komen qua windstoten. Dat is eigenlijk te verklaren aan de hand van een stingjet. En een stingjet is eigenlijk een meteorologisch verschijnsel en dat heeft te maken met een kreeft heeft eigenlijk een sting, als het ware, een soort van pin om iemand, liefst een dier, te gaan steken, als we het zo moeten zeggen. Dat klinkt totaal fout wat ik hier totaal aan het zeggen, maar wat, de livestream is misschien toch al een stukje om zeep, maar we gaan ons best doen. En hier, in deze zuidoostelijke flank, daar zit die structuur. En dit moeten we uiteraard niet zien. Jongen. YouTube, what are you doing? Dit hier is die stingjet. En als die stingjet passeert over een bepaalde regio, dan wordt eigenlijk de lucht getransporteerd van een bepaalde hoogte naar omlaag. En die kan dan ruim 150 km per uur veroorzaken. En dat was eigenlijk het geval voor hier Schotland en het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Goed. Vervolgens. We hebben storm Ali gehad. Die heeft ons in de Benelux vrij aangenaam meegebracht vandaag. Het was eigenlijk zeker ook vanavond nog prima vertoeven, 20 graden rond 8 uur. Dus dat was zeker super aangenaam. Als we dan even kijken richting het weekend, wat staat er op het programma voor de Benelux? Dankjewel Rudy voor het duimpje, topkerel. Goed, dus hier zit onze fameuze storm Ali. En die trekt door richting het noordoosten. Als we dan verder kijken richting vrijdag, dan gaat het Amerikaans weermodel hier een lage drukgebied gaan intekenen. En de isobaren, de lijnen van gelijke luchtdruk, die liggen vooral boven de Noordzee vrij kort op elkaar. Dus vrijdag gaan we sowieso al een vrij sterk windveld krijgen over de Benelux. Ik verwacht zuidwest vrij krachtig tot krachtig, vooral over de westelijke regio's van de Benelux. Dus als daar al bomen niet goed tegen kunnen, en als we dan denken een aantal bomen die al ziek zijn, moeilijk vastgehecht aan de bodem, dan zou het al wel eens kunnen zijn in die regio dat er een aantal takken en dergelijke naar beneden komen. Jarno Bouwens, welke storm krijgen we in het weekend? Jarno, gaan we zo meteen even doorlopen, want we zitten nu op vrijdag. En ook op vrijdag berekent GFS behoorlijk stevig windveld. Bedankt Jerry voor de update. We hebben al 50 duimpjes. Dag Celie, hey. Maaike is er ook bij, super. Als we dan kijken waar het allemaal gaat moeten gebeuren, dat is komend weekend. En dan moeten we vooral in de zone hier gaan kijken. En u ziet het eigenlijk al, ten zuiden van Ierland zit hier al een klein maar venijnig lage drukgebied. En is het omdat ik thee heb staan naast mij met, rustgevende kruiden, dat de stream niet lekker loopt?
Ik heb er geen idee van, guys. Ik heb er geen idee van. Maar bon, de Audi staat zeker niet in een 7e versnelling vanavond. My bad. Maar goed, let's go. Dit is zondag 23 september. En u ziet wat er gebeurt met het laag. Het gaat eigenlijk gaan uitdiepen, doordat het zich ook bevindt aan de oostelijke flank van een hoge drukgebied. En dat is eigenlijk het sein voor dit lage drukgebied om te gaan uitdiepen tot 990 hectopascal. En dit stormveld zit aan de westelijke kant, hier, en in het zuidwestelijk kwadrant. Dus de regio's die hier zitten, in deze sector, die zouden, als dat stormveld overtrekt, wel eens een pittige noordcirculatie kunnen krijgen. En we gaan zien wat er gebeurt richting de avondperiode. Let's go. Voilà, dit is zondagavond 23 september en we zien dat dat laag nog steeds 990 hectopascal diep is. Dus we kunnen eigenlijk wel spreken over een potentieel stormlaag. Dit hier, die isobaren, die lijnen van gelijke luchtdruk, die liggen zeer dicht op elkaar. Dus het stormveld zit ook hier. En dat zou dus eigenlijk zondagavond en in de loop van de nacht naar maandag over de Benelux trekken. Maar we gaan het straks allemaal in detail bekijken. Ik zie dat alle 164 kijkers er opnieuw bij zijn. Super. Mijn excuses voor het begin van de live. De wifi die wilde niet mee. Waarschijnlijk was YouTube onder de indruk dat Noordweer Benelux naar 200 live gaat. Oké, dan maandagnacht zien we dat stormveld verder evacueren richting Duitsland. Ja, en dan zou het opnieuw rustiger worden volgende week met een opbouwend hoogdrukgebied. Kijkt u eens hier, dus van eigenlijk een solide herfstinval door die storm. Zondag is eigenlijk geen sprake. Dat wat de hoogtekaart betreft van GFS die je nu ziet. We gaan even gaan kijken naar het Europees weermodel. Excuseer. ECMUF. Goed, wat zegt ECMUF? Die is eigenlijk meestal een stuk minder scheutig met stormsituaties. Dus we gaan zeker deze ook even moeten analyseren. Goed, voor vrijdag zien we hier ook in de buurt van Denemarken een storm, 975 hectopascal. Dus nog dieper dit ding dan de storm die GFS berekent voor zondag. Maar goed, voor vrijdag lijkt de Benelux daar eigenlijk geen last van te hebben. Als we dan verder kijken richting de cruciale zaterdagnacht-zondag-situatie, dan zien we deze chart verschijnen. En wat een opmerkelijke chart, guys. Oeh, wat een opmerkelijke chart. Dit is de weerkaart voor zondag 2 uur. Kijkt u eens hier. En ja, daar zit geen storm. Dus GFS, het Amerikaans weermodel, is qua storm zeer uitgesproken. Als we het Europees weermodel er nu bij nemen, ECMUF, dan zien we eigenlijk dat er in de loop van zondag namiddag gewoon geen stormsituatie wordt ingetekend. Dus we zitten nog altijd 3-4 dagen van de eigenlijke termijn en de weermodellen liggen eigenlijk ook niet op één lijn. Dus we hebben behoorlijk wat onzekerheid. Maar we gaan straks in detail even de windstoten erbij pakken, want die zijn toch wel behoorlijk pittig binnen GFS. Op de 120 uur chart zien we hier eigenlijk een weerkaart ontstaan die niet lijkt te kloppen met die 96 van daarnet. Want die storm die is al in geen velden meer te bekennen. Nee, die is opgeschoven al meteen richting Oost-Europa. Dus ik denk persoonlijk, guys, dat ECMUF de situatie niet zo goed onder controle heeft. En Jorik die bevestigt mijn verhaal op dit moment. Nicolas, de meeste ECMUF-leden geven wel storm. Aha, top. Christophe Verkruijsen. Is dat dan storm met onweer? Gaan we zo meteen bekijken, Christophe. Als er onweer op komt te zitten aan de achterzijde van zo'n stormlaag, dan kan uiteindelijk ook een soort van stingjet ontstaan. En dan kunnen die heel hoge windsnelheden op hoogte, kunnen die naar beneden worden getransporteerd via onweersbuien. En als dat gebeurt, guys, wel, dan zijn de appelen of de peren gaar. Ik weet niet hoe dat we het zeggen. Maar goed. Dat is voor straks in deze stream.
Goed, dan zien we ook bij ECMUF opbouw hoge druk van een knoepert. Kijk eens hier, 1040 hectopascal alsjeblieft, jongens. Kom aan, guys, geef deze kaarten ook gewoon in de winterperiode. Want eerlijk, alle 150 die nu vallen in de zomer en ook nu zien wij constant kaarten die als we uitkomen in de winterperiode, die ons gewoon ja, winterweer geven, puur sang. Hoge druk boven onze hoofden, rustige aanvoer, oostcirculatie, koude lucht. Dus als dat zou in december, januari, februari zijn, wel, zet dan maar de schaatsen klaar. Maar ik heb zo'n vermoeden, guys, dat de weergoden, vanaf dat het november zal zijn, zullen ze dan de weerkaarten toveren die we eigenlijk niet willen zien in de winter. Dat is vaak zo. Tjonge, wat is dit, jongens? Een hoge drukgebied. Alsjeblieft. 1040 hectopascal. Man. Hier, Italië, een lage drukgebied, heel klein, maar wel voldoende voor onweersbuien al daar. En ook vandaag waren daar onweersbuien in de buurt. Er werd ook hier en daar gesproken van een medicaan. Dat is een samentrekking van een hurricane en Mediterranee, Middellandse Zee, zo is het. Dus eigenlijk een soort van tropische storm in de buurt van Italië, zo is het. Maar de eigenlijke structuur wijkt net te veel af om te spreken van een warmbloedige kern die ook aanwezig is bij een tropische storm al daar. Maar goed, het levert daar toch wel zeer stevige onweersbuien op in Italië, dus opletten al daar. Goed, dan 192 uur en ja, daar zijn ze terug, de paarse tintjes. We hebben er heel lang moeten op wachten, guys. Maanden hebben we er moeten op wachten, maar ze zijn terug. Deze diktewaarden die we vaak zien in de winter, paarse diktewaarden hier, die zijn terug en we zijn nog maar eind september. Holy pepperonis. Dan zien we dat dat hoge drukgebied gewoon blijft in de buurt van Ierland. En dan ja, lijkt het op wandel te gaan naar het verboden gebied. En ik ben hier al duidelijk aan het spreken in wintertermen. En we zijn nog in de nazomer, maar goed, vergeef het mij. De hoge drukkern die gaat precies op wandel richting Groenland. Hier ligt Groenland. En wanneer de Atlantische Oceaan in de winter op slot gaat, in deze regio met een hoge drukgebied, full house, guys. Full house winterweer. En ik ga nog een slok pakken van mijn thee. Jongen. Marian, die schrijft spicy kaarten. Yes, it is. Goed, guys. Are you ready for some details? De details, guys. Voor de wind. We gaan ze er even bij nemen, want daar zit u uiteraard voor in deze stream. Vandaag willen we al niet meer zien, dus we zitten al op donderdag. Prima. Morgen, wat mogen we verwachten? Alsjeblieft. 24 graden gemiddeld in België. Ook Nederland doet goed mee qua maximumtemperatuur morgen. Vrijdag. Ja, het weekend longt en wat denkende weergoden. Ai, noodweer Benelux, we gaan ze wat koelte serveren. Alsjeblieft, 18 tot 22 graden, maar eigenlijk prima voor de meeste mensen in de chat. Drop nu even jullie reactie met een ja, als dit prima is voor jullie. Of nee, als het gerust wat warmer mag worden. Come on, let's go guys. En ja, ik begin onder stoom te komen. Jullie beginnen te merken. De stream die houdt het nu heel stabiel. En Nicolas die begint zijn enthousiasme ja, te voelen. Dus let's go. Zaterdag 17 qua maximumtemperatuur. 22 september. Eigenlijk ja, iets te fris denk ik voor de tijd van het jaar. Maar goed, zwat. Zondag, die fameuze stormcase binnen GFS. ECMUF wil er niks van weten. 18 graden gemiddeld. En kijk eens hier in Groningen. Daar gaan ze wellicht al de winter in duiken met 13 graden. Excuseer mij. Winter uiteraard met de nodige aanhalingstekens. Maar goed, 13 graden na een absurd warme zomer 2018. Dat lijkt toch al zeer fris. En de ja's die stromen binnen. Voetbalvideo's. Jou heb ik niet eerder gezien in deze stream. Top kerel. We zitten op 160 streamers live. Kom aan, push die even naar 200. Deel de stream even met de rechtermuisknop op jullie Facebook en Twitter. Let's go guys. Jullie pushen deze stream naar ongekende hoogtes. Kom aan. Goed, dus zondag. Ja, 18 graden vooral voor België. In Nederland beduidend frisser.
Dan maandag na het weekend blijven we rond de 16 graden ongeveer. Dinsdag ook 16 graden, dus warm lijkt het toch wel niet te worden, ondanks de buurt of ondanks het hoge drukgebied in de buurt. Zo is het. 16 graden ook voor volgende week woensdag. En donderdag blijft dat 16 graden. Dus ja, eerlijk gezegd, conclusie. Vanaf morgen kunnen we nog eventjes profiteren van aangename temperaturen. 4, 25 graden. En dan is het gedaan. Vanaf vrijdag gaan we afkoelen naar 18 graden. En zondag zit die stormcase eraan te komen. We gaan even de wind erbij nemen. Let's go. En de Audi, ja ja, die geraakt in de zevende versnelling hoor. Als we die 200 gaan aantikken, dan ga ik losgaan. Mark my words. Come on. Goed, voor morgen ziet u het. Er is al behoorlijk veel wind over het westen van de Benelux. Vooral hier, de Waddeneilanden en zo, en het noordwesten van Nederland algemeen. Dan zien we hier ook de Belgische kust meegenomen. Maar ja, zijn traditioneel wel regio's die gevoelig zijn voor meer wind. Vrijdag, woe, jackpot guys, check dit. We zien op vrijdag een forse toename en we hebben dat ook eerder in deze stream besproken aan de hand van GFS. Er is een flink signaal op veel wind vrijdag, dus dat gaan we toch even moeten opvolgen. En ja, de viewcount die gaat omhoog, er is iemand die de stream aan het delen is op social media, toppie. Zaterdag lijken we een rustpauze te krijgen. U ziet het, de wind die gaat tijdelijk afnemen in kracht. Hey Kjell. Hier in Luxemburg, daar moet u zitten in de Ardennen om geen wind te hebben. Zaterdag dan lijkt het vrij rustig te zijn. Maar dan, guys, we gaan een wedstrijdje doen. Kom aan. Na het debakkelen in het begin van de stream gaan we een wedstrijdje knallen. Zeg maar even, 3, 2, 1, 0. Kom aan, en dan gaan we naar zondag. Ondertussen ga ik ook even reageren op Gert. Hoe zit het eigenlijk met de regen? Is het tekort al opgevangen? Heel goede vraag. Gert, we gaan het er even bij nemen hoor, straks. Toppie. Raymond, kan je de zonuurkaarten erbij pakken? Woe, oh my G, guys. What's happening in this livestream? En ik denk dat Mike echt de live in brand wil steken. Want die guy dropt er zomaar even een superchat in van 20 euro. Mike, oh my god, what are you doing? What are you doing? Geef even een hartje voor die guy. Mike Hoetals. Wel Mike, en zoals alle anderen in deze stream, you trigger the chart voor zondag. Boom. Goed, wie heeft er zin zondag in uitwaaien aan de Belgische Nederlandse kust? Wie? Oh wie? Laat het maar even weten. Surfers onder de streamers. Die bij een 8-bofoor op de Noordzee gaan en halsbrekende toeren uithalen. Ik adviseer altijd om dat niet te doen, uiteraard. Lijkt mij niet zo heel veilig bij een volwaardige storm uit Noordwest. Maar goed, die mensen zullen wel weten wat ze doen, zeker. Zondag, guys, surfers onder jullie. Mensen die willen uitwaaien, die kwaad zijn van alles dat gebeurd is in de week, die eens goed willen roepen. Misschien ga ik daar wel bij zijn, omwille van de kwaliteit van deze stream in het begin. Die moeten naar de Belgische Nederlandse kust, want dit, guys, volg even de legende. Volg even de legende, Jorik. Wat betekent deze kaart? 10-11 Beaufort, alsjeblieft. 10-11 Beaufort is een fel rode kleur. Dus ik kan u vertellen, dit heeft windstoten tussen 80 en 100 km per uur. Ik zie op social media de meest wilde kaarten. 100, 120, 130 kaarten. Het kan niet op Facebook tegenwoordig. Maar goed, guys, laat jullie niet vangen, alsjeblieft. We gaan voorlopig uit van 80 tot maximum 100 km per uur. En dat is zuiver gebaseerd op GFS. En dit weermodel dat jullie hier zien, is het Duits weermodel ICON. Dus toch wel even alle weermodellen analyseren. Maar tegenwoordig, ja, social media is zodanig groot geworden dat daar de meest wilde kaarten op verschijnen. En dat die uiteraard dan ook gretig worden gedeeld. Maar, guys, forse warning, let daarmee op. Goed, we gaan even naar de windstoten in detail. We zitten aan 173 streamers. Oh my G, guys, you are amazing. Prachtig, prachtig. Goed, we gaan eerst GFS erbij nemen. En we gaan naar die 200 live. Ik heb zo'n stil vermoeden.
Come on, guys. Let's go. Doe het voor mij of doe het voor Mike. Mike die de superchat dropt. Top. GFS. We gaan naar de gemiddelde windsnelheid. Man. Gerry de Naaier. Ho. Gerry, wat doe je? Mensen die niet weten wat er nu gebeurt met die kleurtjes, dat is een superchat. Als je dan niet weet wat dat wil zeggen, even uitroepteken, superchat, en dan ga je informatie krijgen van onze Nightbot. Dus even doen. Superchats, kort gezegd, zijn directe donaties, giften naar onze organisatie. Dankjewel, Gerry. Geef even dikke love naar Gerry de Naaier. Hoho. Jongen, topkerel. Man. Goed, we gaan direct door naar vrijdag. Vrijdag, where are you? Dit is donderdag. We spoelen door. Voilà, alsjeblieft. Jongens, dit is vrijdag, 3 uur UTC in de vroege ochtend. We mogen daar 2 uur bij tellen. Dan is dat 5 uur in de ochtendperiode. Raymond, ik ga straks terugkomen op je vraag, hoor. Ja. Goed, what are we seeing? Vrijdagochtend hebben we boven België een 5 tot 6 Beaufort uit Zuidwest. Ook Nederland doet vlotjes mee. En kijk eens hier, aan de Nederlandse kust, alsjeblieft. Daar gaan ze naar een 7 Beaufort volgens GFS. Dus dat is toch wel opmerkelijk. Als ik daar straks dan de windstoten even ga overleggen, dan gaan we zien vrijdag in de voormiddag hoe fel die windstoten kunnen uitpakken. Maar ik ga even voor het gemak gewoon doorpushen naar de avondperiode op vrijdag. En guys, I'm getting loose hoor. Die superchats, die triggeren mij enorm. En die 200, kom aan, we gaan die aantikken. We gaan die aantikken. You are going to do this, come on. Dit is de chart voor 15 uur UTC of 3 uur ongeveer UTC. We mogen daar 2 uur bij tellen, zoals gezegd. Dat is de chart voor 5 uur. Vrijdagavond. En we zien dat op de volle Noordzee een 8 Beaufort staat. Sonos, je iets minder in je hart, in je microfoon. Ja, oké. Goed, dankjewel. Sonos, trouwens, prachtige nickname. Ik ben een enorme fan van die toestellen. Goed, laat even weten, Sonos, of dat beter is. Dankjewel trouwens voor de support. Top, kerel. Goed, vrijdag. 8 Beaufort uit west. Dus dat zou betekenen dat we toch flirten met die westerstorm ook al vrijdag. Top. En dan richting de avondperiode verlaat dat veld eigenlijk de Noordzee via Denemarken. Maar goed, guys, volg nu even mee. Nu gaan we die 200 gaan aantikken. Ik zie het. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube-channel, ik denk dat we aan 5600 zitten ongeveer. Dat is gratis en dat kost 2 seconden. Doe dat even en jullie komen ook in beeld in deze livestream als je geabonneerd bent. Goed, are you ready? We gaan naar zondag. Goed, zaterdag is er niks aan de hand. Kijk eens, eigenlijk vrij rustig, stilte voor de storm. Enkel hier boven het noorden van Nederland... Ja, waait de wind toch matig uit west, maar hier boven België is eigenlijk amper iets aan de hand. Maar dan, guys. Jongen. Fasten your seatbelts, want the spicy charts are coming. Jongen, laat even weten of jullie er ook een borrelhapje bij hebben in deze live. Of een theetje. Oké, guys, we are ready. Christopher Kruijsen, die weet al heel goed wat er moet gebeuren. Die telt al af. En Christophe, die zorgt ervoor dat we meteen doorgaan naar zondag 9 uur UTC. Let's go. Dit is al de voorbode, guys. Dit is de chart voor de middagperiode. 12 uur UTC, dus 2 uur ongeveer in de namiddag. En als de veldrijders in België moeten rijden, dan gaan ze dat toch wel al stevig voelen. Ik weet niet of dat ze dit weekend in de Benelux zitten. Mirjam. Hey, Gerry, colaatje mag ook uiteraard, hoor. Chocolaatje zie ik voorbij komen. Top, guys. Top, geniet ervan. Enjoy this livestream. We are going hard. Oh my G, guys. Oh my G. Check dit. U ziet het komen. Jongens. Laat even weten in de chat
wat er jullie opvalt. Geef even jullie reactie. Wat valt erop? Dit is de weerkaart voor zondagavond 6 uur UTC, dus 8 uur in de avond. Ah, Paul, die heeft een duveltje staan. Gerrie, een pintje. Super. Sandra, hey, Jin en Sjipke. Sandra Jacobs, geniet ervan, van deze stream. Yes, you go, girl. Wat valt erop, guys? Laat het even weten. Ik wil het echt wel horen, hoor. Jerry, oh mijn god, daar gaat het kassengebied. Geen idee, Jerry, wat je daarmee bedoelt. Maar ik vermoed dat je zelf naar de kleurtjes zit te kijken die ook ik impressionant vind. Heidi, die reageert al. Paars, jawel. Maaike, paars en roze. Marian, paars. Sinkshot, ook paars. Inderdaad, guys, je zit er allemaal op, alsjeblieft. Ik ga daar even op staan. En u ziet in de chart hoeveel Beaufort er op volle Noordzee staat. Alsjeblieft. Dit is 10, 11 Beaufort uit noordelijke luchtcirculaties, of noordelijke sector. Dus de windstoten die staan ernaast, 100 tot 105 km per uur. Maar goed, als u denkt dat dit spicy is... Tja, guys. En dit is een op zich vrij impressionante kaart. Willen we niet dat we gelukkig niet het hoogtij of springtij hebben, maar als dit een kaart is met springtij en de wind blaast 8, 9 Beaufort op volle Noordzee, wel, ja, dan kan ik u verklappen dat de regio's hier in Zeeland, hier ook de oostelijke zone van de Belgische kust, dat die wel een probleem kunnen krijgen. 112 Journaal, gedeeld op Facebook. Top, laat het even weten, guys. Wie allemaal deze stream deelt op Facebook. En dan ga ik een shout-out geven aan die mensen. Laura, zondag Corso en Kop van Noord-Holland. Wow, geen idee, Laura, wat je precies bedoelt met Corso. Ik wil het heel graag begrijpen, maar ik ben niet mee met het verhaal. Mijn excuses. We gaan even kijken naar de windstoten. Voilà. De windstoten zondagmiddag gaan in het binnenland al naar 60 tot 80 km per uur. Dan gaat het stormveld zich eigenlijk gaan manifesteren hier boven het noorden van Frankrijk. En in de achterkant zit ook een stormveld. En Dion, voor de symbolische euro, top Dion, schitterend. Ja... Dat is toch wel iets wat we opvolgen komende dagen, want ja, die setting naar dat lage drukgebied dat we nu zien, die is heel afhankelijk. Dus het kan zijn morgen dat die uitgediept is met een toename in stormveld, of het kan zijn dat die storm eigenlijk ook gaat degraderen in activiteit. En ja, dit is, als je dit hebt in de winter... Jongen, jongen, jongen. Alexander Bultink, hey, topkerel. Maaike, die heeft de stream gedeeld op Facebook. Top, Maaike. Topwoman. Ruben, we hebben in Nederland de deltawerken. Hé, ja, misschien moeten we toch wel opletten met de deltawerken te gaan vernoemen als het aankomt op een zogenaamde superstorm. De maatregelen die zijn uiteraard genomen door die grote storm van, ik dacht, 1963 in Nederland. Maar ik kan u zeggen, moeder natuur, als die eenmaal de focus heeft op een bepaalde regio, denk aan Florence, denk aan... Haiyan, denk aan, wie hebben we daar nog allemaal, Mankgoed van enkele dagen geleden. Ja, dan is er geen enkele dijk opgewassen tegen dat stormgeweld. Uiteraard verwacht ik geen windstoten tot 200 km per uur. Want ja, op social media kwamen er al meldingen binnen van ja, noodweer Benelux, is zo'n orkaan ook mogelijk? En ja, de buurt van de Benelux, nee. Maaike, 1953, exact Maaike, dankjewel voor die rechtzetting. Jongen, 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 was ik helemaal even fout daar. Dankjewel Maaike. De neerslag, ik zie hier ook veel mensen die willen weten of daar neerslag bij gemoeid gaat. Ja hoor, we gaan dat ook even bekijken. Dus we gaan voor het gemak even terug naar morgen, donderdag. Yes, we go. Donderdag, dat is morgen, krijgen we neerslag. Nee, het blijft mooi droog. We zien geen blauwe tinten. Oei, daar zien we toch al iets. Vrijdag. Jongen, jongen, jongen. What are we seeing? Vrijdagochtend.
Dit is de neerslagkaart voor vrijdag in de ochtend. Dus iedereen die de ochtendspits doet in Nederland en België, die zou wel eens in een nat weertype terechtkomen. Alexander, we gaan het zo meteen even meenemen voor jou, Alexander. Blijf er zeker even bij. Dus sowieso, Alexander, vrijdag, zoals je nu ziet, al beduidend meer kans op regen en zelfs behoorlijk veel regen. Tegen de middag lijkt die neerslagzone verdwenen te zijn. Voilà. Dit is 2 uur in de namiddag. Die neerslagzone is vertrokken naar Duitsland. Dus dan wordt het droger. Met lokaal nog enkele buien. Dankjewel Priscilla. Je hebt gedeeld op Facebook deze stream. Top, top woman. A lovely community this. Dan gaan we naar zaterdag. Zaterdag lijkt het op een verdwaalde bui. Op de meeste plaatsen droog te blijven. Ja. Dus niet zoveel aan de hand. En dan zien we het alweer, guys. U ziet het. Dit is de weerkaart voor de nacht naar zondag. En er begint hier al regen ingetekend te worden. Jongen. Dit is de kaart voor zondagochtend. Dus iedereen die zondagochtend bij de bakker koffiekoeken wil gaan halen. Wel, GFS die berekent dat jullie waarschijnlijk een paraplu gaan nodig hebben. Het ziet er... Wat GFS betreft toch redelijk nat uit zondagochtend. Jongens, wat een kaart is dit. Dit is de weerkaart voor zondag op de middag. Kijk eens hier, Nederland mag zich als dit uitkomt voor zondag opmaken voor een toch wel behoorlijk fors neerslagsignaal, zo is het. Wow, jongens, toch. Dit is echt wel impressionant door wat GFS hier berekent. GFS, het Amerikaanse weermodel, die berekent aan de voorzijde een mogelijke neerslagbom van 20 tot 25 liter boven Duitsland. Goed, dus die neerslag die moet uiteraard vanuit het westen komen. Dus ik denk persoonlijk dat die neerslag hier boven Nederland gaat activeren om dan op te schuiven richting Duitsland. Man. En dan zien wij... Mensen, een prachtige setting ontstaan. Zijn er sneeuwliefhebbers? Laat het even weten in de chat. Liefhebbers van het witte goud. Dit is een prachtige kaart voor veel van die mensen. Een puur noordelijke luchtcirculatie, alsjeblieft. Dus dit zou in december, januari, februari natte sneeuwbuien geven. Misschien gecombineerd met een donderklap hier en daar. Wow. Dus laten we hopen dat we die toch frequent zien in december, januari en februari. En dan wordt het maandag stilaan rustiger. Goed, dus conclusie van de stream op basis van GFS op dit moment. Vrijdag gaat het waaien. Matig tot vrij krachtig uit zuidwest, later west. En daar wordt behoorlijk veel regen verwacht. Dan, zondag is de tweede episode met veel wind. En dan zullen we evolueren naar een kletsnat weertype, vooral rond de middagperiode, zoals het er nu bij ligt. Wie hebben we nog allemaal in de chat? Sandra Jacobs, ja, die is een sneeuwliefhebber. Laat de sneeuw maar komen, schrijft Eugène. Onweer ook, schrijft Christophe. Op deze zone kan perfect door Christophe. Het neerslagsignaal voor zondag is dermate actief dat er zeker een donderklap kan bijzitten. Man. En al die reacties in de chat van de sneeuw. En we moeten nog met sneeuwstreams beginnen. Oh. It's going crazy. I can tell you. We gaan naar het Europees weermodel. Dit gaan we er uiteraard ook bij nemen. Even kijken wat het Europees weermodel er ook over zegt voor vrijdag. Berekent dat weermodel ook zoveel wind? Come on. Een ECMF heeft geen zin om te laden. Refresh dan maar. Jongen, wat is dat met de weermodellen en de weerkaarten vandaag? Hebben ze een slag van de mol gekregen? Oh my G. Goed. Voilà, ECMUF vrijdagochtend. En veel ouders die nu de stream volgen, de kindjes vrijdag, die
die gaan meedoen aan Strapdag in België. Ik weet niet hoe het zit voor Nederland. Maar Strapdag is eigenlijk een soort van dag waarbij dat verkeersveiligheid prioritair is. Het zou eigenlijk altijd wel prioritair moeten zijn, uiteraard. Maar vrijdag, ja, kijk eens hier, een vrij strakke circulatie uit Zuidwest. Op de volle Noordzee staat een achtbofor uit Zuidwest. Dus hou de fluovestjes maar vast of ze zijn gaan vliegen vrijdagochtend. Dan vrijdag op de middag, iets na de middag, 2 uur in de namiddag, een vrij krachtige bries uit West. Dan richting de avondperiode geleidelijk aan iets rustiger, zo te zien. Dus vrijdagavond kunnen we het weekend inzetten zonder heel veel wind, zo lijkt het. Joke, volgens mij wordt het tijd om iets te boeken richting het zuiden. Vitamine D op peil houden, Joke. Oeh, top idee, top idee. En de stream gaat pakken beter nu. Oh, wat ben ik blij. Zaterdag, ja, uiteraard nog wat wind, maar niet in vergelijking met vrijdag. Dus we lijken toch wel 2 episodes te hebben. Dat is vrijdag enerzijds. En dan nu komt zondag. We gaan zien wat het zondag oplevert. En ik zie hier al de isobaren. De windvaantjes zie ik al veranderen van richting. Dus dat is op nadering van die storm. Ja, dit is de situatie op de middag, zondag. En dan zien we hier eigenlijk een vrij gelijkaardig scenario, guys, als GFS, het weermodel dat we zo net hebben besproken in de stream. Ook ECMWF berekent een scherp windveld uit het noorden. Kijk eens hier, die windvaantjes, die isobarbs, als ik het goed uitspreek, die staan bijna haaks op elkaar, dus die staan bijna zo. Dus van windshear, ik zou het even wel willen zien hoor. Windschering waar onweersbuien kunnen van profiteren voor eventuele windhozen. Die zal hier toch wel betrekkelijk hoog zijn, denk ik. Dus ja, forse wind hier, achtbofor uit noord. Dan zien we dat hier de windvaan bijna tegenovergesteld staat. En dit is typisch aan een stormsituatie. Dus... ja, jongen. En dan gaat ECMWF helemaal van het padje. Dan berekent hij plots richting de nacht naar maandag 24 september geen wind meer. Dus ik denk, guys, dat ECMWF, dat we toch gaan moeten wachten tot vrijdagavond, misschien zelfs zaterdagochtend, voor in de nieuwe livestream een update te doen van de stormcase. Goed, guys. Wat ga ik nu doen? Ik ga... De eerste mensen die abonneren op ons YouTube-channel en ons Insta-channel, ga ik een shout-out geven in deze stream voor 150 mensen. En ik krijg ongelooflijk veel mailtjes binnen op dit moment. Wacht hoor, 9 nieuwe mensen op Insta. We gaan even kijken, guys. Maarten Blomme, dankjewel voor je Insta-sub. Tim is de man, Benny Huibrechts, Carolien, Wake Up, hey Karin, Joke, alles goed. Nele, die was uiteraard al geabonneerd. Dirk van Mechelen, shout-out naar jullie guys. Jullie hebben zo net de crew van Noodweer Benelux gevolgd, top. Timothy, en toch geen storm volgens ECMWF op de hoogtekaarten daarnet. En Jerry, ja, die schrijft het al meteen, misschien een bug in het weermodel. Een bug, guys, wat is dat? Dat is eigenlijk dat het weermodel moeilijk overweg kan met een fijnmazige problematiek. En een storm is eigenlijk maar 24 uur op voorhand tot in detail te gaan volgen. Dus wat dat betreft hebben we nu op woensdag al een voorsprong genomen voor vrijdag en voor zondag. Wat mij betreft ook een forse excuse naar iedereen voor die hiccup in het begin van de stream. No clue waarom het nu wel draait. Waarschijnlijk omdat mijn kamillethee uit is. Goed, inderdaad. Raymond, ik ga nog even de zonuurkaart erbij nemen voor de komende dagen. Voor de mensen die toch nog wat vitamine D willen opdoen. De zonuurchart. Voor morgen 12 uur, dus quasi een jackpot voor morgen. Enkel hier over het noordwesten van Nederland koeler. Ook hier boven West-Vlaanderen misschien iets meer hoge bewolking.
Vrijdag, ja, uiteraard, guys. Het ging regenen, dus ja, dan kan het aantal uur zon ook niet hoog zijn. 3 tot 4 uur gemiddeld op een hele dag. Zaterdag, iets beter. Wisselend bewolkt, vermoed ik. 5 tot 6 uur zon in de Benelux. Dus ja, misschien wel goed om een wandeling te plannen. En ik denk ook dat we heel snel die verkleuring gaan zien in de natuur. Mede dankzij die toch wel zeer geschifte zomer van 2018. Want ik denk persoonlijk dat we die toch niet snel gaan herhalen, hoor. Jorik Bormans, die gooit er een reactie in de chat. Krijgen we taferelen zoals in de Filipijnen? Wat, Jorik, laat mij eerlijk zijn. Ik vind die reactie nogal raar. Want een orkaan met windstoten tot 200 km per uur vergelijken met een setting van 100 km per uur in de Benelux, waar de Benelux trouwens gebetoneerd is tot en met, en waarbij de huizen ook aangepast zijn aan hoge windsnelheden, de meeste toch, lijkt het mij nogal raar om die pijnlijke situatie in de Filipijnen, om die te gaan vergelijken met de setting voor zondag. Dus wat mij betreft gaat dat zeker niet op, hoor. Zondag, ja, alsjeblieft, 0 uur, dan gaan we geen zon krijgen op zondag. Dus dan gaan we die storm over ons heen krijgen, zo lijkt het. En 0 uur zon. Dus het blijft dan waarschijnlijk zwaar bewolkt tot regenachtig. Gert, het beeld van de livestream is ineens heel troebel. Ik kan er niks meer uit opmaken. Ai, Gert, even uit de stream gaan en even herbekijken, want de connectie is nogthans optimaal. Oké, guys. Insta, Clash Fan Official. Hey, dankjewel voor jouw Insta. Maaike, dankjewel ook. Dus iedereen die er graag bij wil zijn op ons Insta-kanaal, we gaan daar heel vaak live. Dus dan moet je nu even intikken in de chat, uitroepteken Insta. Uitroepteken Insta, ook voor de moderator kan dat handig zijn. En jullie weten het, of jullie weten het niet, heel veel mensen die hebben op Insta al de verrassing gehoord deze week. 4 november, dat is een zondag, komt noodweer Benelux. Dat zal ik zijn met een livestream ook, maar ook Samuel, Lander en alle andere mensen binnen onze organisatie, wij komen naar jullie, of jullie komen naar ons, hoe dat jullie het zien. En Kortrijk, daar gaan we ons tweede evenement gaan lanceren en iedereen die er graag bij zou willen zijn, die kan nu al zijn zitje reserveren, want het is een zaal waar 200 man in kan. Dus mochten we die 200 man kunnen aantikken, zou super zijn. Wat moet je daarvoor doen? Even in deze chat, uitroepteken, event, droppen en dan ga je details krijgen via onze Nightbot. En wat komt er aan bod? Onweersupdates, we gaan ook live streamen. We gaan jullie uiteraard ook meenemen in de livestream. We gaan ook nog iemand anders laten komen. Daar zijn we nog volop naar op zoek, maar dat komt zeker en vast in orde. De vorige event was een weerfotograaf. En Samuel en Lander komen ook een bijdrage doen. Dus dat gaat super zijn. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen. Dion, ik ga komen. Dion, super. En hopelijk hebben we Dion dan geen probleem met vervelende wifi. Jongen. Ruben Gielissen, ik kan er helaas niet bij zijn. Het is te ver weg. Ai, Ruben, spijtig. Nochtans, de verbinding met trein en auto is optimaal. We hebben daarvoor gezorgd. En heel veel mensen die gaan nu de Insta en event activeren. Toppie, guys. Toppie. Goed, wat mij betreft ga ik jullie hier niet langer in de stream houden. Het is 3:48. Laat even weten wat jullie er toch nog van vonden. Mijn grootste excuses van de problemen in het begin. Maar uiteraard, ik heb het zelf niet in de hand. Mocht het van mij zijn, zat ik al lang op 5G. Maar ook dat is nog niet uitgerold. Dus ik vond het zelf niet altijd zo aangenaam met die beginproblemen. Maar goed, we zijn er doorgekomen. Laat het even weten in de chat, guys. Top. Mochten jullie nog vragen hebben, uiteraard op onze website van noodweer.be kan je reageren met iedereen erbij. Ik ga alle reacties nog even doornemen. Mike. Dat is spijtig, Mike. Mike, ik vond het toch wel sunny day.
Waar is het goed te zien dan? Geen idee wat je bedoelt, Sunny Day, laat het even weten. Elia, ik raak er ook niet. Werkende man en twee kinderen. Ah, daar moet uiteraard ook voor gezorgd worden. Jorik, net op tijd voor Hert Late Night, geniet ervan. Temperatuur van de Noordzee op dit moment tussen de 17 en de 20 graden, dacht ik. Ken, ciao ciao, ik heb het begin gemist. Wel Ken, dan heb je het beste meegemaakt van de live. Anthony de Mesmaker, geen excuses nodig man. Wel Anthony, ik ben van nature altijd zo ingesteld om het beste te serveren naar jullie allemaal. En als dan de stream niet wil gaan vanwege een externe factor, dan heb ik toch even wel een vloekwoord in mijn binnenste gezet. Christel, thanks Nicolas, goeienacht. Hey Christel, hetzelfde voor jou. Marco, geen probleem hoor. Priscilla, goed op de hoogte gebracht vandaag. Afwachten wat het uiteindelijk gaat worden naar zondag toe. Heel goed, Priscilla. We gaan uiteraard dit weekend nog even live gaan voor een update. De storm, waar kan je dat goed zien dan? Sunny Day, sowieso ga je dat kunnen volgen op onze website. En voor iedereen die nu gekeken heeft, er komt nu een nieuw artikel online op noodweer.be. Miriam, slaap wel. Griet van Rijkenhem, we geraken er wel. Griet, super. Evelien van Herwegen, top, maar nu ga ik naast mijn ventje zitten in de zetel. Evelien, geniet ervan. Ik ga de stream hier ook dan afsluiten. Al top, die reacties. Trouwens, geen idee hoeveel duimpjes we hebben. Mochten jullie de stream verlaten, geef zeker nog even een duimpje aan deze stream. Priske, 1983, shout-out voor jou naar ons Insta-channel. Korte kaasje, ook naar jou toe. Bedankt voor jouw follow op Insta. Top. En ondertussen nog een aantal reacties bijlezen. Evelien van Herwegen, die schrijft... ja, die Nightbot, Evelien, dat is ook eentje van ons, maar we hebben die iets te straf afgesteld. Dus we hebben dat nu opgelost. Mike, we gaan sowieso ook de straalstroom er nog even bij nemen. Slaap lekker, Maaike. Hetzelfde, yo. Wesley, super livestream. Hopelijk blijft de storm in de kaarten zitten. Wel, Wesley, het moet eerlijk zijn. Ik vond de livestream eigenlijk maar een 2 of 3 op 10 waard. De livestream op zich, zeker qua wifi-kwaliteit, was eigenlijk ondermaats. Maar goed, kan er helaas niet veel aan veranderen. Hopelijk is het de volgende keer zoals het nu loopt. Nu is het prima eigenlijk. Mike, wel nog een kaartje? Ga ik sowieso doen hoor, Mike. Joe, Jorik, joe. Femke, bye bye, tot op Insta, Femke. Jerry, 83 duimpjes, toch mooi, heel mooi. Top. We gaan even kijken, live op YouTube. 5624 abonnees ondertussen aangetikt, guys, top. Vergeet zeker ook even het belletje niet aan te drukken. Het belletje staat naast de rode knop en hier zie je ook dat belletje. Daar moet je even op drukken. Wow, Sunny Day, top. Shout-out naar jou voor je follow. 89 kijkers nog, top. Top, top. En we gaan inderdaad nog even die Jetstreamer bijnemen. Jorik, je bent streng voor jezelf. We zijn allemaal tevreden, wel Jorik. Ja, jullie verdienen dan ook het beste. Zo is het. Het beste, niet meer en niet minder, guys. Goed, de Jetstream, Mike, speciaal voor jouw superchat van 20 euro. We zien op de Atlantische Oceaan inderdaad een vrij actief segment. Ongeveer 200 km per uur op 300 hectopascal. Dus ja, depressies die worden netjes afgezet in de UK en dan later in de Benelux. En dan richting het weekend zien we dat die Jetstream eigenlijk... richting het noordoosten gaat en hier weer afbuigt richting het oosten van Europa. En hier zien we een heel raar fenomeen. Precies een gesloten circulatie van een tropische depressie. Lijkt daar wel op. Goed, als we dan even doorpushen naar volgende week, dan zien we dat die jetstream gewoon blijft activeren en ja, fors richting IJsland wordt gepusht. Dus ja, dat heeft ook alles te maken met dat hoge drukgebied die hier eigenlijk zit. Die jetstream wordt eigenlijk ja, verplicht om naar IJsland af te buigen. En dan eigenlijk, wanneer dat hoge drukgebied stopt hier, in de buurt van Duitsland, dan gaat die jetstream weer naar het zuiden voor volgende week. En dan worden daar depressies netjes afgezet.
Griet van Rijkenhem, mailtje verzonden voor ons evenement. Super Griet, we gaan jouw plekje alvast reserveren. We gaan uiteraard ook deze week met details komen wat betreft early bird tarief en de regular tarief. Maar sowieso zal dat allemaal zeer, zeer binnen de perken blijven. Kevin, je hebt dat zeer goed gedaan. Dankjewel, Kevin. Top, kerel. Vuistje. Timothy, hoe zit het met de droogte? Het was tof en tot de volgende, Timothy de Jager. We gaan dat als laatste behandelen en dan zijn we off we go. Waterinfo.be, onze collega's. Goed, we zien dat die droogte inderdaad nog steeds behoorlijk actief is of acuut is boven Vlaanderen. Vrij extreem zelfs nog. Maar de prognose, we gaan even kijken. Voor de lange termijn zal waarschijnlijk stabieler worden hoor. Voilà. We zien inderdaad dat West-Vlaanderen geleidelijk aan uit die droogte komt. Ook hier plekjes in het centrum en het oosten van Vlaanderen. Daar wordt het droger. Mike, geen probleem. Bedankt Mike voor jouw superchat. Top kerel hoor Mike. Misschien moeten we toch even investeren in die 5G-connectie. Goed guys, wat mij betreft een shout-out naar jullie allemaal. Goed, als jullie nog vragen hebben of jullie willen kort nog discussiëren, kan uiteraard. Ik ga alvast jullie laten. Geniet van deze avond. Laters en tot in het weekend, want dan gaan we opnieuw live.